Ah, studeren is iets minder inderdaad. Het 24 uur wakker zijn is prima. Zo'n 60 studenten van de opleiding Forensisch Laboratoriumonderzoek zijn vanmorgen om 9 uur begonnen met de 24-uursmarathon. Elke student doneert minimaal 1 euro per uur aan het Glazen Huis. Omdat zij dit jaar als goed doel hebben gekozen onderwijs in conflictgebieden. En ja, dan kom je natuurlijk weer als onderwijsinstelling kom je aan je core business. En wij zien hoeveel ruimte en mogelijkheden je een student meegeeft door gedegen onderwijs te bieden. En dat vinden wij natuurlijk dat overal ter wereld beschikbaar zou moeten zijn. Tijdens de lesmarathon zijn er colleges en wordt er aan projecten gewerkt. Maar we proberen er ook voldoende spanning, voor ontspanning en spel in te gooien. Dat het wel haalbaar is, want 24 uur op scherp staan, dat is natuurlijk niet te doen. Na een paar uur vallen de eerste studenten al bijna in slaap. Waarom heb je ja gezegd eigenlijk tegen deze marathon? Ja, het was eigenlijk ook deels verplicht. Het is verplicht. Maar verder is het ook gewoon gezellig, een leuke ervaring. Het is voor een goed doel en altijd leuk om wat meer te leren. Vragen, opmerkingen, suggesties, dansjes. Het mooie voor mij is, ik weet niet hoe dat voor de studenten werkt, maar ik krijg heel veel energie van werken met die mensen hier. Dus ik heb er nog steeds zin in. Ik denk dat het laatste deel wel zwaar wordt. Het zal flink koffie drinken worden. Een hoop monster drinken, een beetje een hoop dextro bij, veel suiker en dan een hoop lol hebben natuurlijk.